je voelt dat in al mijn werk het overbodige gaat overboord. Ik wil het altijd zuiver hebben. Geen tirlantijntjes, geen romantiek. De puurheid, de zuiverheid. Een beetje de onzichtbaarheid zichtbaar maken, ja. Ik heb al zo dikwijls gehad dat de mensen zeggen, er staat niks op, dus er is niets aan te beleven. De eerste stap is kijken, het ervaren, tot jezelf komen. Dat is het, mijn werk. We zijn in Tielt, in mijn atelier, bijgebouwd in mijn tuin. Eigenlijk had ik hem liever aan mijn huis aangebouwd, dat ik vanuit mijn living in mijn atelier stapte. Als ik nu s'avonds iets doe, heb ik dan zo hoesting om te zeggen, ik ga nog even kijken, is het wel goed? Ja, na mijn ontbijt kom ik vlug naar mijn atelier. In de winter steek ik eerst de verwarming aan. Ik moet mij ook eerst een beetje conditioneren om in de sfeer te komen, mentale sfeer. Ik ben opgegroeid in een gezin. Mijn vader deed vervoer van dieren. Nu, een mooier woord, transporteur. Maar hij was intelligent. Mijn vader was altijd erg geïnteresseerd in kunst. Ik heb Picasso leren kennen door mijn vader. En mijn moeder was een toegewijde huisvrouw. Ik ging in de kunst, dat was de enige uitweg voor mij. Geen transport, wegens mijn gezondheidstoestand, geen transport. Ik ging dat niet aan kunnen. Dus dag en nacht op baan. Alhoewel, ik had er een passie voor. Ik ben afgestudeerd als graficus. Ik zeil er geen boom, ik zeil er geen portret, geen figuur, geen landschap. Ik ga mijn betrokkenheid op papier zetten. Ik trok gewoon een lijn, op een zuiver wit vlak. Eén lijn. Dat was mijn betrokkenheid. Natuurlijk, het is gezegd. Er is niks meer. Dan zei ik, ik ga het herhalen. Ik herhaalde en ik bevestigde dat. Ik trok meerdere lijnen. Maar als je dat heel veel herhaalt, bekom je een grijs blad. En doe je er nog een stapje bij, je bekomt een zwart vlak. Dat heb ik allemaal gedaan. Dus ik heb ermee gespeeld, maar dat is dan zo eerder grafisch. In de 76 won ik de Jeune Peinture. Met twee anderen. Men heeft verdeeld.
Ik trok dus een lijn op een vlak. Maar dat is vlug gebeurd. En ik dacht, hoe kan ik die lijn tekenen met nog minder materie? Ik heb maar alleen inkt gebruikt. Ik ga nog zuiverder houden. En ik kreukte mijn doek. Ik schilderde het. Maatelijk, weet, om een mooi woord te gebruiken. Ik nam het terug van het raam, van het spierraam. Plooide het dubbel, spande het terug op. En ik had die kreuk, enkel die kreuk. Vond het fantastisch. Heel zuiver, heel zuiver. Enkel het licht die daarover, het eerlicht die de lijn bepaalde. En dan dacht ik, hoe kan ik nog verder gaan? Ja, ik heb ook twee panelen naast elkaar gehangen. Tussenin had ik, ja, die tussenruimte. Dat was ook een werk van mij. Eigenlijk deed ik dan niets meer. Dan heb ik gezegd, moest ik nu een plooi leggen? Het licht had het ook bepalen. Dus ik heb mijn doek geplooid. Heel vroeg, 80-81, ontdekte ik plots in mijn atelier mijn hout dat ik over had van Sint-Lucas. En ik zag, jongens, ik zit zo ingehouden gedurende 12 jaar. Me ingehouden te werken, continu te werken. En dat hout zo rijk. En zo die culturen dat je daarin voelt, die vreemde culturen allemaal. En dan dacht ik al onmiddellijk, moest ik nu hout leggen op een koperen plaat? Ik werkte met koper, maar ik accentueerde vlakken met z'n uren of oppoetsen, maar ik zei, waarom moet ik het accentueren? Ik kan het ook negeren. Bepaalde dingen in je leven aanvaard je, andere dingen steek je weg of duw je weg. Dus een stuk gesuurd, een stuk zwart geschilderd. Hier heb ik een stuk op een geoxideerd vlak. Het rechtse deel is geoxideerd, het linkse is, laat ons zeggen, gecultiveerd. Mijn betrokkenheid heb ik eraan gegeven. De kunstenaar is soeverein. Hij doet wat hij wil. Hij is aan niets gebonden. Als ik ergens kom, heb ik onmiddellijk de ruimte bekeken. Hoe ervaar ik die ruimte? Voor mij is dat enorm belangrijk. Dus, ik wilde dat ook tonen in mijn werk. Ik maak mijn werk op mijn werktafel. Die liggen allemaal plat. En ik zeg, waarom zou ik ze ook zo niet tonen? Dan heb ik grote tafels gemaakt. En daar heb ik mijn panelen horizontaal op getoond. Ik ben naar het krijt geëvolueerd omdat het zo fundamenteel is. De krijtlagen zijn de grondlagen van de schilderkunst. 500-600 jaar geleden, onze Vlaamse schilders prepareerden hun panelen of doek met krijt en dierenlijn. En ze gaven een witte onderlaag. Die witte onderlaag weerkaatste en maakte de olieverf veel levendiger. Daarom greep ik ook naar
de materie krijgt, maar ik laat het erbij. Ik hou het zo eenvoudig. Het is het resultaat van intensieve arbeid, hoe simpel het ook lijkt. Het ziet er zo eenvoudig uit. Als je ernaar kijkt, je hebt het, dus op het eerste zicht het vlak, maar als je naar de details kijkt, hoe rijk het is, in al zijn eenvoud, in zijn bijna monochrome beeldvorming, moet je naar de details kijken. Het is heel rijk. Van een artiest is bezig en hij toont dat, ja. Met Martin. Ja. Ja, mag hem komen. Ga maar komen, maar Steve, of nou? 10 minuutjes. Nog 10 minuutjes. Ja. Ik zou zeggen, ik heb een sterke vrouw, ook fysisch, maar ook van mentaal. Ze is heel rechtlijnig. Ja, soms is dat wel moeilijk hoor. Je moet daar een keer mee lachen, maar soms is het wel moeilijk dat ik zeg, amai, ja. Dan zou ik zeggen, ik ben soepel, nog gelukkig, maar dan zegt zij ook dat hij waar is. Dus we verstaan elkaar. Ze laat me volledig vrij. Ik zeg zo, dat moet ik komen kijken naar mijn atelier? En dan zegt ze, ik vind dat niet goed hoor. Dan zeg ik, je kent er niks van. Ik ga toch maar gaan. Maar ik hou rekening met haar wat ze gezegd heeft. Ze steunt me volledig, want zonder haar steun zou het eigenlijk nooit gaan. Ik ga moeten een tentoonstelling maken in de galerie Sophie van de Velde. De eerste vraag is, wat zal ik doen? In dat geval kon ik dat werk van in de jaren 1977, terugkopen. En ik werkte dus met lijntjes. En ik merkte, in de handel waren die lijntjes, dat was gewoon te koop. Ik kocht 10 zulke vellen en in plaats van altijd bij te tekenen, heb ik in dat geval weggetekend. Ik heb een wit lijntje en een zwart. Wat is er nu gedrukt? Hier teken ik er 4 weg. Heel systematisch, progressief. Ja, merkwaardig hier. Ik teken zoveel lijnen weg en hier komt er 1 lijn zo op de voorgrond. Vind ik heel boeiend. En hier heb ik een volledig vlak, volledig met lijnen getekend. Je hebt dan natuurlijk het interessante van de zwarte huid. En heb ik gezegd, ik zou dat wel graag doen. Dus dat is een heel ander concept dan alleen mijn laatste werk, van het laatste jaar, 2 laatste jaar. Dat was eigenlijk mijn vertrekpunt. Dat ik dus een concept had van teruggrijpen. Het is beredeneerd. Het maken of het visualiseren van een theorie dat ik heb. De snaak is zo'n theorie, maar met wat je bezig bent. En als je zulke werk maakt, dan denk je onmiddellijk wat gaat de volgende stap zijn. En dan denk ik nu aan het werk vooraan, hier in de ruimte. Waar ik ook 2 panelen voor elkaar plaats. Maar het ene paneel is puur krijt en het andere is dus gepigmenteerd. Hier heb ik op het eenvoudige krijt
gewoon pigment toegevoegd. Ieder paneeltje is een uitdaging voor mij. Ik moet ook afwachten, wat bekom ik, wat verkrijg ik. En je ziet ook, de eerste keer gaat mijn plamuurmes erover en het komt dan het duwt over de rand, het droogt en het wordt beenhard. En dan, als ik er terug over ga, mijn plamuurmes ribbelt er over de randen. En dat kun je zien, je kunt dat proces volgen. De manier van werken en de toevalligheden, die vlekken, vind ik ook interessant. Je kan natuurlijk zeggen, er staat niks meer op. Ja, ik zou zeggen, je moet even toch de oppervlakte bekijken en tegen het licht meekijken. Het is veel rijker. Misschien een keer ook het geheel nemen hier. In je camera moet je misschien een beetje zoeken. Hier zie ik al die nuances. En ik denk dat je wel een standpunt hebt dat je dat duidelijk ziet overkomen. Maak dan ook vragen om een keer de camera, de huid van het werk. Ik kan dan een keer vragen aan de cameraman dat hij die details, die rijke dingen hier neemt. Of hier het groen, ja, ook hetzelfde. Dat vind ik heel mooi, vind ik heel mooi. En ook, ja, moet nog letten voor het licht. Je ziet waar ik mijn plamuurmes neergezet heb. Dat is poëzie. Ik kan dat met een penseeltje niet. Dat is eigen aan het plamuren. Misschien, ik weet niet of je dat kan, gewoon een keer rondlopen. En je trager. Ik regisseer, hè. Kijk, dezelfde materie, onvoorstelbaar. Twee keer hetzelfde gedaan. Kijk wat ik krijg en wat ik hier krijg. Dat maakt het uitdagend voor mij. En ik moest zeggen, stop. Mooi hoor. Als beeldend kunstenaar moeten wij het ook van toevalligheden hebben. Eigenlijk is dat ook schilderkundig, met al die toevalligheden. Dat zijn dingen dat ik, ja, ik heb het niet nagestreefd, maar het draagt bij aan, ja, het boeiende. De zijkant van mijn werk is, vind ik, zo belangrijk, bijna als de voorkant. Het speelt mee, het is een concept. En het draagt bij tot, ja, de bedoeling van het schilderkundige. Ik vind dat mooi, dat is een zekere directheid. Het is niet opgekuist, het is eerlijk. En het speelt mee, het is, ja, vroeger deed men er nog een kader rond. Nog mooier. Maar die directheid vind ik belangrijk. Het licht vind ik heel belangrijk. Toch maak ik mijn werk met kunstlicht. Dat is boven mijn tafel. En ik heb ook dus al dikwijls gedacht, dat zal niet gaan. De kleur is anders, maar alle kleuren zijn goed. Als ik dat nu bekijk, ik heb stuk per stuk dus afzonderlijk gemaakt. Ik hang ze samen, ik confronteer ze met elkaar. Ik vind het boeiend. Ja, dat is het moment van de dag ook. Hè. Ze zijn zeer onderhevig aan het licht. Dit komt uit een periode dat ik dus heel sober werkte. En ik heb mij een beetje afgereageerd tegenover mijn eigen houding. Om zo sober te werken. Hier heb ik gezegd, ik ga mijn blad indelen op de voornaamste indelingen. Ik kon verticaal indelen. Horizontaal of diagonaal. Het speelt allemaal op onze gevoelens.
Ik heb ook veel geleerd met de tijd wat de mensen erover zeggen over het werk. Hoe ze het ervaren. Uiteindelijk, iedereen die voor een werk komt, gaat anders reageren en spreekt er ook anders over. Nu zou je kunnen zeggen, een grote artiest vraagt dan niet aan de mensen wat ze ervan denken. Ik wel. Ik vraag nog altijd aan mevrouw, wat denk je ervan? Ik luister nooit naar haar, maar toch hoor ik graag hoe ze reageert. En ik hou rekening mee, in een zekere mate. Laat ons zeggen, dat gaat niet als de wind voorbij. Nee, dat blijft hangen bij mij. Maar doet toch altijd mijn ding. Altijd. We zijn hier in de Universiteit van Antwerpen, waar de 100 maquettes, musea op schaal, tentoongesteld wordt. Ieder maquette stelt een museumzaal voor. De kunstenaar kreeg de maquette, dat Ronnie van der Velde dus thuis bezorgde bij de kunstenaar. En iedereen kon naar zijn werk natuurlijk een zaal uitvoeren op schaal. In mijn geval heb ik een opstelling gemaakt van panelen die zogezegd opgenomen worden in de ruimte. Opgenomen, dus ik heb geen tekening gemaakt. Ik heb alleen de materie overal gelijk gemaakt. De afmeting, verschillen van breedte, lengte, maar ook van dikte. Dat is eigenlijk een van de mooiste voorbeelden hoe een werk kan geïntegreerd worden in de gegeven ruimte. Zoals mijn werk altijd sober, heel fundamenteel naar voren komt, heb ik dat ook betracht in deze maquette. Dit is een maquette, driedimensionaal uitgevoerd, van Haus Wittgenstein in Wenen. Wittgenstein was de grote filosoof van de vorige eeuw en hij had het huis getekend voor zijn zus in Wenen. Ik heb er veel tekeningen naar gemaakt en ik tekende de deuren op formaat dat ik dacht dat het was. Ik ging niet te werk als een architect die zegt, zulk profiel, zo dik, zoveel centimeter op zoveel, zo hoog. Ik heb dus heel veel getekend naar huizen dat ik zei, wat is er te zien? Ik ga geen afmetingen geven. Ik ga niet op onderzoek zoals een architect zou doen. Ik bekijk het eerder als plastisch kunstenaar. Hoe werkt het bij mij? Maar in dat specifiek geval was het heel opmerkelijk hoe hij dus tegenover zijn deuren waar hij het licht binnen trok en zijn deuren waar hij het licht afsloot. Werkelijk potdicht. En dat frappeerde mij, dat trof mij. Het is hetzelfde van de huizen dat we bezochten van de vakbondshuizen in Wenen. De vakbondshuizen van Adolf Loos. Heel mooi. Echt prachtig. En dan die zuiverheid ervan en geen tierlantijntjes. Want Loos had ook zijn leuze van ornament en crime heeft hij dus gespreksavonden gehouden. Geen ornament. Men had de gewoonte in Wenen de huizen met bloemen te beschilderen, versieringen. Ook het meubilair, als het meubel gemaakt was, ging men nog houtsnijwerk als toemaatje. Ook in de klederdracht, in de lederen schoenen, in het zwaar leder ging men nog insnijdingen maken. Hij was er zo, echt zo kwaad op zelfs, dat hij zei dat overbodige, dus overboord. En hij sprak van ornament en crime. We zijn hier in de galerie
met Hilde van Dalen in Uatu. Maar hier de ruimte bevalt mij ook sterk. Het is architecturaal hedendaags, heel zuiver. En de natuur is er ook nauw bij betrokken. Dat trok mij eraan. De soberheid van de galerie, met mijn sober werk, met mijn fundamenteel werk. En eigenlijk is dat hier ook fundamenteel als galerie, zo bekijk ik het. Dus toen ik in de ruimte kwam, dacht ik onmiddellijk, dus ik ga hier 3 panelen plaatsen, misschien een 4e. Maar ter plaatse zelf zag ik onmiddellijk, er was 1 paneel te veel. Je hebt dus 1 paneel die loskomt van de wand, die dus een relatie of een discours aangaat met de grond, met de ruimte. Hetzelfde zoals hier. En zo betrek ik geweld de tuin erin. Maar hier is het zeer visueel. Ze herhalen zich in de tuin. Het is een totaal discours met de architectuur, de ruimte, het licht, de tuin, alles tezamen. Mijn werk maakt deel uit van dat fragile, van die kwetsbaarheid. Dat werkt ook op mij. En in die zin heb ik hier beslist mijn werk te maken enkel met soortenkrijt. Ik blijf abstract. Er is veel te zien. Weerom, je moet kijken naar het werk. Heel minimaal verschil op de panelen. Maar kijk, dus een heel duidelijk beeld van 3 soorten krijt. Met de rijke nuances die erbij horen. Dat is Spaans krijt, het allerwitste. Dit is Meudon. Dus je ziet het helige van de lijn. En dit is Champagne krijt. Het biedt zoveel mogelijkheden in zijn eenvoud. Je ogen moeten even wennen, dus moet even komen. Ik spreek graag over de huid van schilderij. Ja. Ik ga hier niet zeggen de penseelslag zoals de schilders. De manier van met de borstel omgaan en het verschil van borstel, dat komt er bij mij niet zo naar voren. Het is meer het tactiele dat je ziet bij mijn werken. Het is werkelijk de fragile huid. Dat komt naar boven, altijd. Dat werk, het ene paneel is tegen de muur, het andere komt van de muur weg. Dat toont mijn interesse in architectuur, in het beleven van de ruimte. Dus dat wil ik wel benadrukken. Meer het beleven van de ruimte als ik ergens kom. Dat is mijn schilderkunst, dat is mijn architecturaal beleven. Mijn werk gaat over de tijd heen en zal ook in de toekomst, wat er ook gebeurt, nog goed zijn en mooi zijn. Goed omdat het zo fundamenteel is en het is ook mooi.
Hilde vroeg een tekst aan Christine Vugen uit Heverlee. En ze schreef daarin, het werk is eeuwig eigentijds. En dat vind ik heel mooi gezegd. Een beetje betrachting ook van mijn werk. Zonder woorden, zonder pretentie. Mijn werk is bezinnend. Ik had een collega in het college, Gwij Mandelink, Guido Haring. En die zei, Willy de Souter, dat is een koorddanser. En ik vond dat heel raak gezegd. Dus, maar het is ik die moet zien dat ik niet van de koord val. Je moet er zelf voor zorgen, hè. We zijn hier in het Muka, de rotondezaal, waar ik juist 20 jaar geleden ook tentoonstelde en hier een hele mooie tentoonstelling had. Ik vind het belangrijk om in een museum te tonen te staan terug, omdat het dan toch iets anders is dan een galerie. Het heeft zijn uitstraling. Ik voel het aan als een stukje erkenning. Deze tentoonstelling is start vanuit het feit van de werken die in verzameling zijn van het Muka. En daarop heb ik verder gebouwd en gedacht, wat ik aan de muur breng, dan heb ik nog de ruimte in het midden dat ik toch wil breken. En dat heb ik gedaan met deze blokken. Het is weer om het tonen van werk wat niet zo gekend was van mij. Want Willy de Souter is een beetje anders gekend. Die appreciatie dat ik nu krijg, doet natuurlijk erg veel deugd. Het bevestigt een beetje ook wat ik vroeger gemaakt heb van werk. Dat gaat weg of is weggegaan, gelukkig. Wat er allemaal bleef staan vroeger,
en waar je nooit een weerklank voor kreeg, wordt nu een beetje bevestigd dat het goed was. En dat doet deugd. Ronnie en Jesse van de Velde hebben voor mij veel betekend. Om te beginnen, als mens, het zijn echt warme mensen. Ze zijn begaan met je, ze menen het goed, ze hebben me alle ruimte gelaten. We hebben nooit van mening verschild. Nu, ik ben ook soepel, maar zij zijn dat ook. Ja, van mij lager, ja. Ik zou zeggen 30 centimeter. Ik zou die wel jonger doen, maar dan gaan we het dichter doen, omdat dat bijna het middelpunt van de zaal is, toch? Ja. Beetje compact. Maar niet beginnen verspreiden daar en daar en daar. Ik ben er verschrikkelijk bang van dat ze zeggen, Willy de Souter de constructivist. Zo'n gelijnd, van mij moeten ze niet op lijn staan. Ronnie is natuurlijk heel, ja, heel gerecht en streng. Telkens als ik werk aan mijn muur had, ik kom binnen, dat is het. Dus dat was ook leuk voor mij. Natuurlijk had ik ook kritisch geweest tegenover mezelf en gezegd, het moet iets goeds aan de muur hangen als hij komt, als hij de moeite doet om binnen te komen. Dus voor mij hebben ze veel betekend. De 12 jaar vond ik mooie jaren. Wordt niet te veel een hoopje nu. Ik vond wel dat overzicht zo dat we hadden met die tentakels naar omhoog. Dat vind ik te veel, ja. Vind ik te veel. Nu heb ik natuurlijk de opvolger van Ronnie en Jesse van de Velde. En dat is Sophie van de Velde. Waar ik ook mee goed mee samenwerk. Sophie laat mij ook alle ruimte, denkt positief mee. Ik voel het nu nog meer en meer. Voor mij, ja, ik heb het geluk, mag het zo zijn. Ik ervaar wel duidelijk, maar dat wist ik ook, als je geen galerie hebt die je 100% ondersteunt, het gaat niet. Ik zeg dikwijls, wij maken de kunst en zij maken de kunstenaar. En dat is zo. Zij maken de kunstenaar. Dus ik ga nooit met mijn kop in de wolken zitten. Ik ben daar realistisch in. Een werk maken is de start voor een ander werk. Een beetje vechter met zijn eigen materie. Ik ben een eenzaad. Ik doe mijn ding. Heel minimaal, fundamenteel, door zijn materiaalgebruik. Het is geen puur schilderen, maar altijd de link naar schilderkunst. Geen franjes er rond, eerlijk, eenvoudig gebracht. De verwondering in mijn eigen werk, dat is juist de drijfveer om verder te gaan. Mijn werk doet nadenken, voor mij toch. Nooit tevreden. Ja, zo zou ik het voorstellen. Dus ik zeg maar hoor. Bijna het al velen zullen zeggen, als je nu nog niet stopt.